Welkom bij een nieuwe podcast van de Dutch Online Academy. Als je wilt download transcripts, bezoek de DutchOnlineacademy.com. Daar vind je ook meer informatie over Dutch learning. Mijn weekend. Je wilt vast wel weten wat ik dit weekend heb gedaan. Want ik heb een heel leuk weekend gehad. Op vrijdagavond heb ik samen met mijn huisgenoot gekookt. Hij heet Willem. Na het eten hebben we een spannende film gekeken. Willem is na de film naar bed gegaan, maar ik ben nog opgebleven. Ik heb een paar pagina's van mijn boek gelezen. Op zaterdagochtend ben ik om half acht opgestaan. Dat is best vroeg voor een zaterdagochtend. Eerst heb ik uitgebreid ontbeten en daarna heb ik de fiets uit de schuur gehaald. Ik ben naar de supermarkt gefietst. Ik heb appels, eieren, boter en meel gekocht. Daarna ben ik weer op de fiets gesprongen. Op weg naar huis heb ik een bosje bloemen gehaald bij de bloemenkraam. Ik hou van bloemen. Toen ik weer thuis was heb ik de bloemen in de vaas gezet en ik heb de oven aangezet daarna heb ik de appels geschild en gesneden vervolgens heb ik het meel de eieren en de boter gemixt en weet je wat ik heb gemaakt je kunt het wel raden een appeltaart hij is heel goed gelukt ik heb de taart aan willem gegeven hij is vorige week namelijk jarig geweest de taart was erg lekker. Ik heb zelf ook een flink stuk genomen. Op zaterdagmiddag heb ik mijn oma gebeld. Ze heeft me verteld dat ze veel in de tuin heeft gewerkt. Ik bezoek mijn oma niet vaak. Ze woont erg ver weg. Vorige maand heb ik haar één keer bezocht. Gelukkig kunnen we elkaar regelmatig bellen. In de namiddag heb ik even in het park gewandeld. Om zes uur ben ik terug naar huis gegaan. Ik ben onder de douche gesprongen en ik heb me omgekleed. Ik heb mijn pyjama aangetrokken. De rest van de avond hebben Willem en ik bordspelletjes gespeeld. Het was erg gezellig. Ik heb twee keer gewonnen en één keer verloren. Daarna ben ik naar bed gegaan. Ik heb heerlijk geslapen. Zondag was de beste dag van het weekend. Weet je wat Willem en ik hebben gekocht? Een hondje. Het is een Labrador. We hebben hem op een boerderij opgehaald. Daar had een hond zes pippies gekregen. Onze pup is heel lief. Hij heeft een mooie bruine vacht. Ik heb nog nooit eerder een huisdier gehad. We zullen heel goed voor hem zorgen. En weet je hoe we hem hebben genoemd? Dali. Hij is vernoemd naar die beroemde Spaanse kunstenaar. En jij? Wat heb jij dit weekend gedaan? This has been another podcast from the Dutch Online Academy. visit our website thedutchonlineacademy.com for transcripts and more information about dutch learning don't forget to subscribe to this channel if you want to stay up to date